Nou, mijn naam is uh, Danny Hult en ik ben de eigenaar van Dussy Wauwenshop in Enschede. Het idee is gewoon ontstaan, Dussy Shop. Ik ben begonnen met de Dussy Wauwenshop. En uh, nou, het liep gelijk eigenlijk al heel erg goed. En, uh, nou ja, we zijn begonnen met kleding en ja, we bieden eigenlijk nu een complete dierenwinkel aan, echt gericht op chihuahua's. Ja, in de wand zien we dus alle uh, uh, shampoo's speciaal voor uh, kleine hondjes. Uh, ook uh, parfum hebben we voor hondjes, mokken en sleutelhangers, oorbellen. Ja, hier komt eigenlijk voor alles. Komt hier. Ik bedoel, maar de meeste types vrouwen zijn natuurlijk wel vrouwen. Vrouwen hebben meestal een chihuahua en dan zie je ze ook gewoon, uh, dan willen ze dus iets met iets roze of iets uh, met panten. En dan staat de man er altijd wel bij en die heeft altijd zoiets van, oké, okay, je moet dat? chihuahua friet hebben we en we hebben chihuahua pizza's hebben we speciaal voor honden. In deze boek staat eigenlijk alles op um, ja, wat een chihuahua wel uh, wel niet is, welke karakters ze hebben. Want je hebt heel veel verschillende chihuahuas. Er zijn leuke plaatjes in met heel veel verhalen. Ook um, hoe je nagels kunt knippen, um, als ze moeten bevallen, alles staat erin. De media heeft ook een beeld, Paris Hilton, Gordon, uh, Patricia Pay al die bekende mensen hebben allemaal een chihuahua gehad. Um, hebben ze ook allemaal weer weggedaan. Ja, daar zie je ook gewoon dat dus ze kleertjes aan hebben, buggies, dat ze opgetild worden de hele dag. En ja, Daar krijgen mensen toch wel een beetje het verkeerde beeld van. Nou, dit is dus een van de meest verkochte tassen die we verkopen. Tassen voor vliegtuigen hebben we. Als je op vakantie gaat, dan moeten ze een bepaalde grootte hebben om als handbagage mee te mogen. Nou, die bieden we ook allemaal aan. Ze kunnen er makkelijk in. Je kunt hem helemaal open doen. En je kunt hem helemaal dicht doen. Ja, zielig. Um, het is hoe je ernaar kijkt. Ik bedoel, we hebben haar ooit gekocht. Daar is de Chihuahua ook mee begonnen. Um, ze heeft een gebroken pootje gehad. Het was heel erg klein. Het was midden in de winter sneeuw. We hebben haar een jasje gekocht. Want ze moest toch naar buiten heen. En het was, ja, het was gewoon echt heel erg zielig. Heb je eigenlijk ook een favoriete Chihuahua? Want je hebt er natuurlijk vier. Ja, nou, maar... dat is deze. Ja? Ja. Onze Britney, Maar dat, komt, dat is onze eerste Chihuahua. En uh, ja, die zijn wel echt dikke mik.